Mijn honden die zijn natuurlijk wat milder werk gewend. Beetje kletsen, biertje inschenken. Maar dat zit er nu dus even niet in bij Café de Gouwe in Oegstgeest. Op de bar worden nu kerstbomen verkocht. En het biljart wordt in beslag genomen door de kerstman. Voor het ritme en voor de mensen en dat je weer je praatje hebt, is het wel weer wat beter, zou ik maar zeggen. Maar financieel een druppel op de gloeiende plaat? Ja, absoluut. En hetzelfde geldt voor Tom en Davies van Wijnbar Duo in Leiden. Deze zal ik aan de zijkant te doen. Ja. Ze hebben van een restaurant een winkeltje gemaakt. Met leuke lifestyle producten, kerstaccessoires en iedere zaterdag lekkere verse bloemen. En ik heb dan geluk dat mijn compagnon, dat is ook mijn vriend, zeer creatief is. Uiteindelijk toch de keuze gemaakt om een winkeltje te openen. In de hoop dat mensen langskomen om ons toch een hart onder de riem te steken. Maar het gaat goed hoor. Wordt superleuk op gereageerd. Klanten zijn heel erg enthousiast. Nou, ik moet zeggen dat de ene dag beter gaat dan de andere dag. Mijn hart helpt sowieso. Want je passie, kan je passie niet uitvoeren. En nou, de ene dag dan ben je gewoon in zak en as. En de andere dag dan word je eigenlijk gewoon lekker positief bezig gehouden door het verkopen van de kerstboom. Het gaat oké. Het is wel heel zwaar. We doen heel rustig aan. En we zijn er wel achter gekomen dat iedere euro nu wel heel erg waardevol is. Zeg maar. Kun je nog wel een beetje positief blijven? Ja, het is moeilijk. Maar het is ook omdat wij hele lieve familie en vrienden om ons heen hebben die echt wel altijd er voor ons zijn. En we hebben elkaar, dus we proberen echt wel positief te blijven. Maar soms heb je best van die dagen dat ik denk van, val iedereen maar neer, want het heeft allemaal geen nut meer.